14 april 1945, de dag dat Zwolle werd bevrijd. Het is nu 79 jaar geleden. Voorafgaand aan deze herdenking organiseerden de leerlingen van de Octopus al een herdenking bij het monument aan de Pilotenlaan. Zoveel jaren na het einde van de oorlog staan wij hier met elkaar om alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ook vierden wij de bevrijding van Zwolle en zal de zorg voor het monument overgedragen worden van groep 8 naar groep 7 van de Octopus. Oorlog. Dat donker werd vervuld door Adolf Hitler. Heel lang. Mensen proberen het licht te vinden. Heel lang. Er was geen sprankeltje bij licht te vinden. Op de kristallennacht was er vuur, maar niet comfortabel was wat we onderzochten. Heel lang. Maar toch gebeurde er iets moois. Er kwam een lichtje tevoorschijn. Dat was Leon Major. En het slukte dat kleine lichtje het donker op te zwellen. En nu hopen we allemaal dat het donker nooit meer komt. Er was 1 minuut stilte en uiteraard werden de vlaggen gehezen en er werden kransen gelegd. Onder andere door wethouder Arjan Spaans namens de gemeente Zwolle. Ook de leerlingen van de basisschool De Octopus zelf legden een krans bij het monument. Na afloop werd er op school nagepraat over het onderwerp.